Goedemiddag, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Kaas Maandag vlog hier op Smulweb Facebook. In samenwerking met kaas.nl hebben we een aantal hele leuke recepten bedacht die je lekker en makkelijk kan maken met kaas. En voor meer inspiratie kun je ook altijd kijken op kaas.nl. Daar vind je echt alle soorten kaas die er maar zijn, met een echte goede achtergrond en leuke uitleg daarover. En hele leuke receptinspiratie. En dat doen wij natuurlijk ook, recepten en inspiratie, of jullie inspireren in elk geval. Dus we gaan iets tofs doen met die raclette. We gaan namelijk hele hippe hotdogs maken. Nou, voor de mensen die echt 100.000 filmpjes op Facebook kijken, die heb je vast wel voorbij zien komen, die hotdog met die raclette kaas eroverheen. Super lekker. Dus ik dacht, daar gaan we een eigen variant van maken. Nou, dan wil ik nog iets vertellen over die raclette kaas, want die komt uit Zwitserland. En in Zwitserland houden ze heel erg van kaasfondue en van raclette. En dat komt zo, als ze daar in die bergen zitten in de winter, dan doen ze alles boven een vuurtje. En dan is dus die hele harde kaas, want het is een vrij harde kaas. Ja, wat moet je daar nou mee? Ja, dus dan bakten ze brood en dan roosten ze eigenlijk die kaas tegen het vuur aan. En dan deden ze dat eraf schrapen en het heet raclette. Dus raclette is afgeleid van raclée. Tada! Weetje van de week. We gaan gauw aan de slag. Kijk, je hebt die pakjes raclettekaas, die kun je gewoon zo in de supermarkt kopen. Superleuk. En ik heb hier een heel stoer dingetje staan. Gezellig, met kaarsjes erop. En het is een soort sleetje. En in dat sleetje gaan we dan zo'n plak kaas leggen. En die gaat daar dan in smelten. En die gooien we dan zo meteen over onze hotdogs heen. Nou, heb ik hier nog een broodje. Die snij ik eventjes open aan de bovenkant. En die gaan we even grillen. Zo, in een grillpan. Die heb ik natuurlijk al eventjes aanstaan. Ik zal hem ietsje hoger zetten. Dan gaat het ook daadwerkelijk grillen. En eigenlijk is het meer een soort van samenstelgerechtje. Dit is, we gaan niet heel erg ontzettend veel koken. Maar natuurlijk wel eventjes die racletkaas laten zien. Ik heb hier nog een beetje paprika poeder. Dat ga ik erop doen. Dat vind ik dan weer gezellig staan. En zo. Leuk, hè? Zo, mooi, mooi. En dan heb ik hier dus dat bosuitje. Gaan we even schuin snijden. Want het moet wel echt met stoere kleuren, vind ik. Dus ik hou ervan lekker veel kleur op je bord. Snijd dat groen ook gewoon mee. Ik zie het iedereen altijd weggooien. Ik zou niet weten waarom. Wilma zegt goedemiddag. Hey Wilma, goedemiddag. Leuk dat je kijkt. Ik ben benieuwd of jij ook wel eens iets met de racletkaas maakt. Dus laat het ons weten. Hieronder. Misschien heb je wel een heel tof idee. Je kan het bijvoorbeeld ook op je hamburger doen. Dat hebben we laatst ook gedaan een keertje. Lekker op de burger gesmolten. En je kunt het op een tosti doen bijvoorbeeld. Ik zat nog te denken van misschien kan je het ook wel in een pasta schotel of zo doen. Lijkt me ook wel geinig. Nou, dan heb je hier dus die lekkere groot grof gesneden bosui. Lekker felle kleur. Ik heb hier wat rode kool. Dat vind ik ook altijd zo'n prachtige kleur. Dat is echt zo'n knaller van een paarse. Als je dat kan eten, vind ik echt helemaal te gek. En als het zo klein is, dan kun je het dus gewoon rauw eten. Super lekker. Gefrituurde uitjes, dat hoort ook echt wel een beetje op een hotdog natuurlijk. Dus dat vond ik ook leuk om erbij te doen. Ik heb hier wat augurkenschijfjes. Die zijn ook lekker zo'n knalkleurtje. Dus we hebben echt allemaal knalkleurtjes. Dan heb ik hier sriracha. Dat is een lekkere hete saus. En mosterd. En dan is dus de bedoeling dat we zo meteen die lekkere broodjes gaan bouwen. Ik heb wat worstjes hier alvast gebraden. Die zijn heel lekker. Er zit namelijk mosterd peterselie in. En ik heb er nog eentje met venkel. Dus het is wel leuk om echt een braadworstje te nemen. Met een leuk smaakje eraan. Tenminste, dat vind ik dan gezellig. Je kunt ook gewone worst nemen of een knakworst als je echt naar die hotdog toe gaat. Maar ik vond het wel leuk om het een beetje hip te doen. Nou, kijk naar die kaas. Dat gaat helemaal bubbelen. Kan je dat goed zien? Ja, dat kan je wel zien. Super cool. Gaat dus de goede kant op. Dan gaan we hier even een beetje ruimte maken. En dan gaan we eens die broodjes opmaken. Want jullie weten dat ik hou van toffe bordjes. Nou, wat dan het idee is. Ik heb hier zo'n geroosterd broodje. Zo. Ik ga er zo meteen nog eentje maken. Dan gaan we dan eventjes wat dingen opdoen. Zullen we eerst een beetje saus doen trouwens. Beetje mosterd. Zo. Lekker over je bord heen kliederen, vind ik dan weer leuk. Dan een beetje van die paarse dotjes erop. Zo. Helemaal lekker. Ik hoor die kaas al lekker pruttelen, jongens. Fantastisch. Ik pak even een worst. Die snijd ik wel eventjes een beetje in stukken. Dat vind ik dan lekkerder eten.
Je kunt het natuurlijk ook heel laat als je broodje wil dubbelvouwen. Maar ik vind het ook wel gaaf om het eventjes toffer uit te laten zien. Doen we daar dan op. Ik bedoel, hè, het is niet echt een traditionele hotdog, dus waarom zou je het dan traditioneel opmaken? Nou, gewoon doen we niet. Haha. Dan wat van die schijfjes ertussen, van de augurk. Zo, gaan we er nog eentje maken. Zullen we dat zo meteen doen? Wacht. Nee, dat doen we even nu. Moeten we alleen eventjes wachten op dat extra kaasje natuurlijk. Maar je hoort het al lekker zo bubbelen. En wat dan leuk is zo meteen, is dat je het er ook echt uit ziet glijden uit dat pannetje. Echt een heel tof gezicht. Zo. Wat van die augurkjes ertussen. Nou, laat ook vooral weten wat jij zou willen maken met deze lekkere kaas. En inspireer ons ook natuurlijk, hè, daarmee. Kijk, je ziet het al helemaal glijden. Dit is echt le moment suprême, hè, dus dat weet je, dat komt helemaal goed. Dan zet ik hier eventjes een bordje dichterbij. Dan gaan we het laten zien hoe dat glijdt. Je wil het dus over je hotdog heen hebben. Kijk dan. Kijk dan. Oh, kijk dan. Dit is toch fantastisch. Beetje groen erop. Beetje uitjes erop. Klaar. Dit was hem. Helemaal te gek. En raclette kan je kopen in de supermarkt. Dus dat ligt gewoon bij de verpakte kazen in de winkel. Dus ren naar de winkel en ga het lekker halen. Laat ons hieronder nog weten wat jij met raclette kaas maakt. En het recept komt zo meteen natuurlijk hierboven te staan. We wensen je ontzettend fijne maandag weer. En we zien je morgenochtend met weer nieuwe inspiratie. Dankjewel voor het kijken.